Cornelissen voert actie om de kruising Energieweg-Wolfskelseweg veiliger te maken. Hij vindt dat er te veel ongelukken gebeuren en dat de gemeente actie moet ondernemen. Ik kom hier dagelijks langs en het valt mij op dat er gewoon zoveel ongelukken gebeuren en bijna ongelukken gebeuren. En het is eigenlijk wachten totdat er iets ernstigs gebeurt en daar wil ik eigenlijk voor zijn. Nillis heeft ook een verkeersdeskundige van de landelijke organisatie Verkeersslachtoffers ingeschakeld om de kruising na te laten kijken. Er wordt een aanbeveling uitgewerkt en Nillis wil deze aanbieden aan wethouder Harriet Tiemens. Afgelopen zondagochtend is er een verkeersdeskundige langs geweest van de landelijke organisatie Verkeersslachtoffers. En hij vindt het toch een vreemde situatie. Met name de bushalte is een totaal verkeerde plek. Als de bus er staat is er helemaal geen overzicht meer. En zoals de uitvoerstrook nu niet meer gebruikt mag worden, vroeger wel, moet iedereen vol in de rem en voelt men zich gehaast om de energieweg af te komen. Ten nadele van de fietsers en de bromfietsers. De onoverzichtelijkheid in de zin van het moeilijk kunnen inschatten van de snelheid van fietsers, elektrische fietsen en bromfietsers en scooters. En met name ook dat het verkeer van twee kanten komt, links en rechts. En een bushalte op zo'n gevaarlijke hoek helpt ook niet mee. Zelf heeft Nillissen ook al ideeën over hoe het kruispunt veiliger gemaakt kan worden. Er schieten veel oplossingen door mijn hoofd. Je moet aan twee kanten denken. Het verkeer moet gewoon door kunnen stromen. De stoplichten is zeker geen optie. Maar misschien tot een soort van halve rotonde toch wel een optie is. Zodat het verkeer toch wat meer ruimte krijgt.